zo'n grote meid. Hallo. En dat is madame Rijka, die is lekker bezig. Hè? Zo, lieve vrienden, dan zijn we weer. Ik ben gisteren helemaal vergeten af te sluiten, et cetera. Maar hoe dat is gekomen, ik weet het niet. Gewoon niet meer aan gedacht. Maar oké, bij een nieuwe dag hoor je een nieuwe groet te doen. Dus bij deze dag is het even zien. Ik even denken hoor. Het is alweer donderdag. Ja, donderdag 12 november 13 uur 49. Ja, de tijd gaat hard. Ik wens jullie als eerste natuurlijk een welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboeren. Ja. Eentje zit in de hal te eten. Op de bank ligt er een. En hier ligt er een. Ja. Daar ligt Elwin. Daar ligt Rijka. Moet kunnen toch? Ja. Ik ga ze zo meteen even uitlaten. Daarna moet ik hurry-up-jop naar de huisarts. Want ik ben eigenlijk ziek van de pijn. Ik ben zo beroerd als een hond. De blaasontsteking is niet over. Nee, het doet jou zeker maar meer pijn. Dat is ook niet leuk. Word je niet vrolijk van? Nee. Ja, en medicijnen zijn op. Dus ja, ze doen er maar wat aan. Ik weet het niet. Ik heb weer een flesje met urine. Dus dat brengt wel weer weg. Moeten we natuurlijk weer via het protocol weer nakijken. Oké, dat ben ik niet gewend. Want vroeger kreeg ik het maandelijks terug naar met de bevalling. Het was toen standaard bij mij. Maar ja, ik hoop niet dat het nou weer zo gaat worden. Want ik zit daar niet op te wachten, weet je. Ze geven me een goed middel dat het overgaat en niet weer terugkomt. Ja. Wat jou, Elwin? Elwin. Elwin. Oortjes gaan al wel heen en weer. Elwin. Elwin. Elwin, kom dan. Kom dan, je is zo'n grote meid. Hallo. Hé, ja, je bent toch Elwin? Mooi naam, hè, bij een mooi meisje, ja. Mooi naam bij een mooi meisje. Ja. Ja, jij bent ook lieve Rijka. Rijka ook mooi, hè. Maar ook Rijka is ook een mooi meisje. Jij bent een mooi meisje. Hé, oeh, ik ben een mooi. Maar oké, lieve vrienden, ik ga ze dus even uitlaten en dan hurry-up-jop, de booster erop en dan ga ik naar de huisarts. En dan heb ik vandaag nog medicijnen, hopelijk. Dat was vorige keer ook zo, ja. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het doet met lachen. Hier is het dan weer regen en dan spoelt het, komt op mijn bakken naar de hemel neer en dan schijnt het zonnetje weer, ja. Dus het is van allerlei soorten weer. Dus kleed je er ook naar, neem desnoods een paraplu mee of doe een regenjas eroverheen of wat dan ook. En ja, geniet. Ja, ik zou zeggen, tot later. Uiteraard kom ik weer terug als ik bij de dokter weer vandaan ben met een bakje koffie. Want dan ben ik daar wel ook weer aan toe. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot dan. Ja, ik was alweer thuis voor de honden uitlaten en ik zou pas weer terugkomen wanneer ik bij de dokter vandaan kwam. Maar helaas kreeg ik een appje, ben je thuis? Sandra Urban, dus die komt nog eerst langs. Dan hoop ik dat zij mij misschien wilt rijden. Ja, zij heeft een auto onder de kant, dus kan ze even mee. Dan ben ik snel heen en terug met dit rot weer. Dan kan ik ook tenminste nog aan de gang met hetgene wat ik wil, omdat ik zo beroerd heb. Ben ervan van alles, maar dan kan ik tenminste doorgaan met de dingen die ik ook leuk vind, want ik wil mijn kerst al neer gaan zetten. De doos die staat hier al, die werd gisteren Jack Paten naar beneden gebracht voor me. En dan kan ik langzamerhand beginnen met de kerstspullen, weet je? Ja, maar dat komt hopelijk goed. Ik hoop dat ze me even wilt rijden. Ja, maar dat merk ik wel. Ik zou zeggen, jullie horen het vanzelf wel. Ik zeg tot later. Ja, lieve vrienden. Sandra is geweest en we zijn ook samen weg geweest naar mijn huisarts om mijn flesje urine weg te brengen. Voordat zij hier kwam, had ik al het een en het ander gedaan. Dat ik zit al in de troep.
De salontafel die staat vol, maar er komen momenteel dan een heleboel spullen worden ook opgeruimd voorlopig. Dat is leeg, daar komt nog een kerstkleed overheen. En hier zit mijn stal in. In die doos. Hé, Elwin, ja nou, ja. Ze begint te luisteren naar haar naam. Ook dat is goed. Ja, ik ben trots op haar. Want Sandra die riep haar gewoon bij haar naam. En ja, de kop ging omhoog. En voilà. Hé? Ja. En ook naar mij. Ja, dus ik vind het helemaal perfect. Maar oké, ik moet weer helaas sluiten. Want ik kan zo meteen rond een uur of vier de dokter bellen voor de uitslag. En uiteraard krijgen jullie die ook te horen, maar eventjes zonder jullie bellen. En het is 15:58, ik ga mijn koffie even nog opdrinken en daarna ga ik bellen. Dus ik zeg dat straks. Ja, en helaas was de testuitslag van de urineonderzoek positief. Dus ik krijg weer medicatie. En dat wordt wel weer thuis gestuurd. Ik ben toch thuis. Ja, ik ben met de kerstspulletjes al bezig. Ik heb de doos al tot zover leeg. Ja, leg nog wat onder die krant. Ja, dat is dat ding wat ik van mijn mannetje heb gehad nog. En de houder die ligt op tafel, dus leg hem er even bij. Ik had hem altijd voor het keukenraam, maar ja, ik heb nou de plastic folie ervoor. Maar we zien het wel. Ik denk dat ik het er even goed voorzet. Ja, we merken het wel. En ik ben dus met mijn stal al bezig om de spulletjes erin te doen. Ja. Ik wil enkel ook nog wat kerstverlichting eigenlijk eroverheen hebben, denk ik. Ik weet het nog niet zeker. Zo. Nou, dan kan dat daar weer in. Zo. Even aan de kant en dan zet ik dat daar weer netjes neer. Dat staat al, het groepje. En er wordt hier ook herrie gemaakt. En dat is madame Rijka. Die is lekker bezig. Hè? En daar zit mijn grote dan. Die zit toe te kijken wat haar jongere zusje doet. Terwijl zij niet de baas is. Want dat is de jongere zusje. Want die was langer in huis. Ja. Maar jij lekker ding. Heb je bal? Kijk eens. Je hebt die en je hebt die. Hè? Jo. Ho. Hé, knapperd. Twee knappe dames. Ja, ja. Of niet dan? Heerlijk. Maar oké, lieve vrienden. Ja, het wordt al donkertjes in huis. Maar zolang ik het nog niet het licht voor mezelf aan hoeft. Ja, dan alleen bij mijn bureau. Maar dan kan ik nog verder werken. Hier staat een televisieboompje, die komt op de televisie, maar dan moet ik even naar boven huppelen om een kleedje voor de televisie op te halen en ik weet niet of ik daar aan toe kom. Nee, eerst die hoek klaar en dan ga ik zo de kamer rond. Ja, en dan ga ik eerst het bureau schoonmaken en dan wordt het daar weer anders neergezet en alles. Dus ja, dat komt allemaal goed. Die lamp gaat ook naar boven die ik erop heb staan, want die hek komt nooit aan. Waarom ik hem gekocht heb, weet ik eigenlijk niet. Maar ja, hij komt er ook niet weer terug op. Ik vind het een beetje, ja, ik heb hem nooit aan. Dus waarom moet hij erop? Breng ik gewoon lekker naar boven. Komt wel goed. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet lekker. Ik weet niet of ik vandaag nog weer terugkom, want het wordt enkel te donker erop. Dus ik sluit gelijk af. Ik wens jullie een hele fijne namiddag. En natuurlijk smakelijk eten, bon appetit. En een hele fijne, liefdevolle avond erachteraan. Voor later op de avond welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En let wel, gezond uit je bed zien te komen. Want dat is belangrijk, hè? Dat laatste. Gezond uit je bed komen. En dan zien we altijd wel weer wat de dag ons brengen gaat. Ja. En ja. Dan gaan we gewoon weer verder met de kerstversiering hier. En ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Dat moet ik ook nog zien te doen. Dus ja, ik heb nog druk. Ja, nog heel erg druk. Vandaag ook is er een vlog online gekomen. Die moet ik nog delen, maar dat doe ik later wel.
want hij is nog uit. Maar in ieder geval, die vlog ga ik delen, dat ik Eowyn dus weg heb gebracht naar het crematorium. En een paar dagen later kreeg ik haar weer terug. En dat was op een vrijdag. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet met hetgeen wat je doet. En hou vol goede moed. We zien elkaar morgen sowieso weer terug. En ik zeg tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.